Je hebt hier aan tafel onze eerste gast, dat is uh, wethouder Peter Zalde van de gemeente Stijn. En uh, met Peter Zalde gaan we verkallen over een onderwerp uh, wat heel veel burgers bezighield, hoe heel veel burgers een mening over hebben. En dat is het, Steiner Bosch. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het uh, plan Steiner Bosch begint me meteen met: Er um, is lets een commissievergadering geweest. Daarin is het plan eigenlijk gevraagd om het truc te nummeren. Ja. Nou, het wordt in eerste instantie zo, het een stuk ter kennisname. Mm -hmm. Dat wilde eigenlijk zeggen van de door de commissie informeren. Uh, ja, de vergadering duurde tot half twee s'nachts, dus uh, Kesselgul aanvullen wie beladen het onderwerp, Steiner Boos is. Het plan wordt gebaseerd, wat uh, gebracht wordt, wordt eigenlijk gebaseerd op een rotsbesluit van 3 december 2009. En, dat wordt aangevuld met nieuwe uitgangspunten. En een van die belangrijkste uitgangspunten wordt of er uh, het maximale expectatie tekort hebben van 1 miljoen. Ja. Nou, maar door aan te grondslag en dat raadsbesluit van 3 december 2009, ligt een raadsbesluit van 15 november 2007. En door het uh, raad ingestemd met een opdrachtontwerp voor de ontwerpfase, een opdrachtverstrekking voor de ontwerpfase, voor het. Uh, toegangsweg Noord het Steinerbosch, het park en het nieuwe zwembad. Ja, en daar zit ook de aansluiting op de Rotonde bij. En de weg loopt dus langs de Steinerbosch en de kersen zich afvragen van waarom sleten ze dat weg nu aan op de Rotonde? Waarom moet dat daar langs doorlopen? Nou, er zijn een aantal uh, keuzes uh, hebben ze gemaakt en dat waren in eerste instantie wat dat tot de 1 en 3 gedachte van het zwembad en park zat. Een tweede woord, tot de verkeersveiligheid, want die is zeer belangrijk voor de geest want er is nu een gebiedsontsluitingsweg, nemen ze dat, de Zanderbroek aan. En dan, dat 80 gereden, nou en wat ze daar Ooit was, komen op zijn 80 kilometer weg, dat is tamelijk gevaarlijk. En met aansluiting op die rotonde pakten ze dat hele gevaren weg. Door was er ook nog eh, ja, minder verkeer, bieden scholen. En, want dan ligt de school de maas, hoe dat verkeer allemaal langs scheidt. Dat is een scheiding van gemotoriseerd verkeer en van fietsers en voetgangers. En de parkeerdruk in de omgeving wordt ook weggenomen, want dan ging alles doorparkeren. Dat zijn eigenlijk de, de, de gronden gewijs waarop men deze keuzes heeft gemaakt. En nogmaals, ik vind het nog altijd een goede keuze. Maar ja, de onduidelijkheid is nu, uh, die vorige raadsbesluiten gelden die nog, toch? Dat de onduidelijkheid. Ja, ja. ja. Maar nu, uh, het de commissie gezag van verzinnen, ja, we willen het stuk beter, voor ver verbetering. Ja. Geet er nog aan veranderen aan dat stuk? Nou, we gaan het inderdaad terugbrengen. En dan gaan we gaan ook even duidelijk maken wat er nu precies, waarom dat deze keuzes gekomen En wat een andere mogelijkheid zou kunnen zijn. Want we hebben het nog altijd over een tijdelijke bouwweg. En ja. De kap van bomen ligt gevoelig. is ook begrijpelijk. Is hmm. Heel normaal. Maar we willen ook even de duidelijkheid geven. Voor deze weg moesten circa 64 bomen kappen. Dan hebben ze voor het zwembad. Dan moeten we ook circa 64 bomen verkappen. Dan kunt ze in het totaal op 130. Hoe komen die vier anderen dan? Want we hebben dan over 135 bomen kappen. Die vier anderen moeten verkopen verkappen om die tweede tennisbaan. Of die vijfde tennisbaan, zou ik het zeggen. te sparen. Nou, dan heb je 134 buim, wat gekapt moeten worden. Er zitten 14 waardevolle bomen. Hoe is dat een echte boom? Hoe iedereen van zegt dat is een echte boom. De landschapsarchitecten zeiden, nou, dat zijn monumentale bomen. En de rest dat zijn zaailingen, of die hebben een lage levensverwachting, of dat soort zaken. Men verkoude eigenlijk over 14 waardevolle bomen voor die totale 135. En dan heb je ook nog de, de, de wet. En regelgeving, want die verplicht is, eerder bomen zijn kaps, moesten een truc terugplanten. In principe kappen voor 14 waardevolle bomen en verplanten tot dus 135 terug, minimaal. Dus ja, maar jammer dat dat allemaal in dat uh, debat niet metgenomen is, omdat ook door ja, de duidelijkheid niet was. En men heeft maar in feite in dat debat het alleen maar gehad over de kap van 135 bomen voor de wijk. ja, dat nou. is een jammer. Ja, ja, dus inderdaad, die buimen zijn heel belangrijk. Maar ook nu uh, tegenzien is ook de tennisclub en de scouting dat die er weg moeten? Uh, de tennisclub hoeft niet de weg. Laten we dat even voorop Als ze krijgt nog wel een regelgeving, dan, dan moesten ze heel strikt zijn. Volgens de bond, Zo, uh, bij 80 leden hebben ze één tennisbaan. De tennisclub zou dus bij drie banen voldoende hebben, volgens de bond. Maar heb gezegd, voor hebben gezag van die vierde en zesde baan. ...die is ook belangrijk voor die tennisclub, ...want daar doen ze de, de toernooien op... ...daar doen ze de jeugd op. Uh, oefenen. Op. Nou, ik me af, we proberen dus... ...in de eerste instantie ging de weg... ...over beide tennisbanen, 5 en 6... Mm. ...door dat iets te verleggen... Liever alleen baan 6 moet aan de weg... ...en dan kan de tennisclub voorlopig nog... ...met vijf banen gaan blijven zitten. En ja, die onderhandelingen zijn wel pittig... ...maar dat begrijp ik al wel... ...want ja, ze komen ja. op voor hun belangen uiteraard. En... we gewoon met het MISA-project... Dat is een, een de, de centraliseren van sportaccommodatie biedt. Mm -hmm. Daar willen we ook tennisverilingen neerleggen. Ja, ja. En het is straks de bedoeling dat de tennisclub dan door weer kan tennissen. Ja. Scouting? We, we komen zo even terug op de scouting. Want ja. tussendoor even nog een uh, muziek. Oké. Okay. Ja, Biers nog steeds wethouder, Peter Zalde over het Steinerbos. Vrij zal al over de tennisclub en over het, het, het totale plan. Uh, nu ligt er nog een scouting. Die gaan daar ook weg? Ja, scouting, uh, daar zijn we open in onderhandelingen. Even voor de duidelijkheid, scouting heeft niks te maken met het nieuwe Steinerbos, en het nieuwe park en het nieuwe zwembad. Scouting heeft meer te maken met de, de stedenbouwkundige visie verder. Daal zich, het steentje dat wil toch een nieuw geboegen plaatsen. We hebben met daal zich ook afgesproken, keer okay, dat kent, maar dan moet de scouting verplaatst worden en die moet een nieuw onderkomen krijgen. En we zijn toch best wel uh, ja, zeer constructief bezig en goed bezig. En uh, ja, afgelopen schakels, in de afgelopen jaren is toch een stuk trennen. En daar ook sprak de heer Hartman goed, dat er goed en open en constructief gesproken werd. Maar ook de heer Achtman die zei, het dat was ook fijn, dat er geen idee had hoe die andere verhalen, uit de media allemaal vandaan komen. Dat de scouting zo, moeten ja, weg uh, moest gewoon. Zeg, we zijn daar nog heel goed en open me bezig. Voor begrijp vier of 3 november hebben we weer een gesprek met scouting in daar En dan gaan we er gewoon verder verkallen. Door zijn wel een hele goede oplossing tegemoet. En die oplossing is? Daar laat ik even, dat laat ik aan de scouting. En daar zich over. Scouting moeten vrezen en daar zich moeten betalen. Zo simpel is het. Zie je mij eigenlijk ook een beetje boete, toch een beetje los van? Je zet er gewoon faciliterend zelfverstoop en verzorgen ja. in ieder geval dat scouting in de zin kriet. Hmm. En nu hebben uh, we, uh, als ik het goed heb, twee weken geleden Huub uh, Driesen te gehad. Hij ja. heeft een, een, uh, een soort enquête gehouden. Ja. En, uh, Wordt er ook met bij nog wat gedaan, wie euch nog? Nou, eerst even vooropstellen, het was in de politiek altijd dat de liefde luisteren. Uh, en als politieke partij moesten ze burgerinitiatieven ja, omarmen en op heen dragen. En ja, als wethouder juich dat soort uh, burgerse plannen ook toe. Echt, echt. Daarom vind ik de strategische toekomstvisie van Stein. Stein wil je zien, een heel sterk stuk, omdat dat heel goed gedragen wordt door de bevolking. De betrokkenheid en mededenken, van, dat creëert ook draag, draagkracht bij de bevolking. En dat moest hij hebben. Persoonlijk de voorstelling in van de schakel van de heer Rub die vind ik tamelijk richtinggevend. Uh, ik wil uh, voorbeeld, als ik iedere burger in Stein vraag, wil ze meer of minder gemeentebelasting betalen, dan weet ik met een zekerheid en grenzende de waarschijnlijkheid wel wat de uitkomst is. Op de voorstelling in dat stuk van moeten 184 buim gekapt worden voor een dwars door Stein de Bosch, dan zeg ik ook nee tegen, dat moest ze niet doen. Maar als je de vraag zou zeggen van moesten 64 kwalitatief minder buim kappen voor een weg langs het Steindersbosch, waarbij de verkeersveilig, verkeersontsluiting van het park- en zwembad veilig is en een herbeplanting van 64 nieuwe bomen plaatsvindt, dan hebben ze een heel andere discussie en een heel andere hmm. vraagstelling. Maar je gaat wel kijken, als je nu bijvoorbeeld extra opmerkingen hebben gedaan, die toch interessante vruchten, vrucht, dan gaat die wel echt bekijken. Dat wordt allemaal met gepakt, uiteraard. Alleen, kijk eens naar de uitkomsten van de vraagstellingen, moest ik uh, voorzichtig met omgaan. Dat is niet zo van, ja, oké, okay, dat is zo. En dan is het uh, ondanks zo afgelopen raadsvergadering uh, is gegaan over uh, Steiner Bosch in een BV-vorm. Ja. Wie zit dat in? Ja, dan moet ik zo stellen. Een, een gemeente, een overheid, uh, die is... Die kent geen commerciebedrijven. Als je daar nu een BV van maakt, die BV die is, die kent dat wel. Die BV die biedt mogelijkheden. Een BV kan met andere private partijen in samenwerking aangaan. Zo'n BV kan sneller reageren. Een BV kan eigen initiatieven ontplooien. Zo'n BV kan gerichter inspelen op de markt. De gemeente biedt wel, als enige aandeelhouder, weliswaar op afstand, door invloed oefenen. Maar de BV heeft straks de marktwerking en die kan het al gaat het moois van maken. En dat uh, moois, wanneer uh, is dat klaar? <laughs> dat moois, wanneer is dat klaar? Nou, als we in uh, 2013 met de BV starten, dan moet dat de BV daar al drie keer actie op nu al nemen. We zijn daar vooruitlopend al met bezig met zaken. Maar nee, ik neem aan dat er straks in nieuw zwembad ligt, dat er morgen mm. een nieuwe upgrade, ik wist dat ze fijn zeggen, dat ze dan ook door meer bezoekers kan strekken. Want er is nog een uh, definitieve plattegrond van het zwembad, hè? Ja. Um, zo gaat het weer hier op de plattegrond steeds? Dat is wel de bedoeling, dat morgen wel lopen. <laughs> dat en, heeft er nee, de Rood besloten. <laughs> nee. En wanneer ken je gewoon uh, duiken, door, om het even zo goed te drukken? Dat zal medio 2013 zijn. We gaan nu de Europese aanbesteding achter de rug. We hebben nu even een bepaalde stilstand. We gaan de bestekkingen uitzetten. We gaan kijken wat in januari wordt contracten Met de aannemer wat gekozen wordt. En dan gaat de schubbacht de grondje. in. die nu meer willen weten over zijn of over de plannen. Want we hebben de plannen hier wel eens doorgelegd. Maar die zeggen van. Ik weet niet meer wie dat precies zou. Kennen die dat nog wel eens snel uh, bos in beweging.nl geloof ik toch die site daar kiest je de meeste informatie op dan uh, bedankt voor het interview geen en, dank uh, als er weer updates zijn dan uh, beste van harte welkom natuurlijk ik laat me dankjewel